Pizza eten als ontbijt? Ik heb er het ideale receptje voor. En deze keer niet met tomatensaus en kaas, maar wel met havermout en lekkere aardbeien. Ik begin met het maken van de haverbodem en daarvoor prak ik in een grote kom een banaan en daarna voeg ik er nog havervlokken, honing en kaneel aan toe. Als alles goed gemengd is, dan verdeel ik de havermengeling over een bakplaat met daarop een laagje bakpapier en bak ik de bodem 20 minuutjes op 180 graden. De haverbodem laat ik nog eventjes afkoelen en ondertussen snij ik de aardbeien in schijfjes. Daarna bestrijk ik de bodem met een laagje Griekse yoghurt en leg ik er de schijfjes aardbei bovenop. Als afwerking strooi ik er chocoladeschilfers en fijn gehakte munt over. Smakelijk!